De Surinaamse kunstenaar Anand Dwarka heeft gedurende 6 weken in Duitsland deelgenomen aan een expositie met als thema de natuur. De expo is georganiseerd door Gloria en Frank Goldman. De tentoonstelling is gehouden in de Clemens Galerijen in de Duitse stad Solingen. Dwarka vertelt dat hij 6 weken heeft gelogeerd bij de kunstfabriek KP21. Daar heeft hij ook een aantal schilderijen vervaardigd. Door deel te nemen aan de expo in Duitsland heeft Dwarka zijn schilderijen ter verkoop kunnen aanbieden. We brengen nu enkele fragmenten uit het bezoek van Dwarka aan Duitsland. Nicht im Video, sondern live demonstrierte Anand Dwarka seine Kunst. 10 Minuten Zeit gab er sich vom ersten Farbauftrag bis zum fertigen Bild. Een fragment was dat van de tentoonstelling van de kunstenaar Anand Dwarka in Duitsland.